Mag ik even naast u zitten? Dat mag. Nou, dat is nou aardig. Naast wie zit ik? Jan Kootstra. Jan Kootstra. Ja. En mag ik Jan zeggen? Dat mag. Jan, wat voor boek lees je? Ik lees een thriller. Blind vertrouwen. Schrijven ben ik niet. En pakt hij je gelijk? Want je bent nog niet zo heel ver. Hè? Nee, maar het is gelijk een mooi boek. Ja? Ja. 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 Ja, prima boek. Ben je een beetje boekenlezer? Ja, ik lees heel veel. Ja. En vooral, ik reis iedere dag naar het Leeuwarden op en neer. Dus heb ik ook ruim de tijd om te lezen. Ja? Ja. Ja. Tenzij je wordt gestoord door iemand met een microfoon. Komt niet zo vaak voor, hè? Nee, dat komt niet zo heel vaak voor. Nee, dat denk ik ook niet. Nee. Waarom reis je elke dag heen en weer naar Leeuwarden, Jan? Ik werk in Leeuwarden. En wat voor werk doe je? Ik zit op het stadskantoor. Ik werk bij het facilitair bedrijf. Dus ambtenaar. Ja. Ja. En bij het facilitair bedrijf zijn? Facilitair bedrijf, interne dienstverlening is dat. Ja. Ja, ja. Ja. Leuke baan. Ja. En sinds een tijdje nieuwe burgemeester. Is die burgemeester dan ook jullie baas? Ja, onze baas. We hebben weinig met hem te maken, maar officieel is het onze baas natuurlijk. Hè? Ja. 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 Maar heeft zo'n burgemeester, als die nou aangesteld wordt, hè, komen er dan bij jullie ook speciale verzoeken van zo iemand binnen? Nee, niet echt. Hey, naast je werk, heb je ook hobby's? Ja, dus lezen mag ik graag doen. Ik verzamel zilver. Zilveren baardjes en dat soort dingen meer. Ik mag graag wandelen. Okay. Dus, maar verzamelt zilver? Je hoort wel eens iemand die verzamelt postzegels of, ja, of sigarenbandjes. Ik verzamel zilver. Het zijn gewoon zilveren baardjes, die kan je kopen en met afbeeldingen erop. Ja. En dat is heel leuk werk. Dat koop je via internet of via markten. En wat voor soort afbeeldingen staan daar dan op? Nou, je hebt verschillende. Van Amerika heb je een hele hoop met presidenten erop. En uit Zwitserland, ja, de gekste afbeeldingen staan erop. Ja. Havens uit Cuba heb ik, dat is heel leuk. Ja. Ja. Dus, lijkt me een kostbare hobby ook. Nou, je moet het wat verdelen. Ja, wat doen we eens wat. Ja. Ja. Ja, en koopjes. Op internet kan je nog wel eens een koopje krijgen. Ja. Dus, en echt kostbaar is niet hoor. Het is een baardje van een ounce, 31 gram. Het kost gemiddeld 15 tot 20 euro. Ja. Afhankelijk van de zilverwaarde. Ja, ja, ja. Ja. Nou, Rudy en ik verzamelen goudklompjes, maar het schiet nog niet echt op. Ik heb er nog een paar voor je. Die liggen vast in de kluis bij de gemeente. Ik heb er wel één bij me. Je hebt er één bij je zelfs? Een goudklompje? Nou, dat is een gouden baardje. Dat is de laatste aanwinst. Oh, okay. Ja, die is 5 gram. Oh, baardje. Dus dit is een baardje en dat zijn dan dingen die jij verzamelt? Het zijn hele kleine dingetjes met een tekeningetje erop. Ja, maar dit is een 5 gram baardje, dus weegt eigenlijk niks. Nee. En het is de roos van Dubai, zie ik. Ja, klopt. Komt hij daar ook weg dan? Dit, weg. Ja. Ja, dat heb ik niet gekocht hoor. Ik heb hem via Duitsland gekocht. Ja. Okay. Nou, ik zou hem gauw weer wegstoppen, want je weet het nooit in zo'n trein. Nee, met zulke mensen. En nou weet iedereen dat je goud op zak hebt. Nou, dat is eenmalig. Even zien laten en dan gaat hij weer weg. Ja. Ja. Nou, dan hadden wij een keer mazzel vandaag. Ja. Hey, bedankt voor dit gesprek Jan en werk ze en de groeten naar Vetkroon. Doe ik, oké. Okay.